De parkeersensor detecteert obstakels in de directe omgeving tijdens het inparkeren. Dit kan vooral handig zijn wanneer u parallel parkeert of in een garage. Het systeem kan worden geactiveerd of gedeactiveerd met behulp van deze knop. Het werkt als de voertuigsnelheid lager is dan ongeveer 10 km per uur. Wanneer uw auto een obstakel nadert binnen het detectiegebied, zal dit controlelampje worden weergegeven en zal er een piepgeluid klinken. De frequentie van het piepgeluid neemt toe naarmate het object dichterbij komt. Een continu toon geeft aan dat u moet stoppen. De sensoren die door het systeem worden gebruikt, bevinden zich hier onder de achterbumper en hier onder de voorbumper. Het is belangrijk om deze gebieden vrij te houden van sneeuw, modder en vuil, aangezien belemmering van de sensoren invloed heeft op de prestaties van het systeem. Het systeem is geen vervanging voor goed en veilig rijgedrag en moet niet worden vertrouwd als enige parkeerhulp. Raadpleeg uw instructieboekje voor meer informatie.